Conflict huisartsen en zorgverzekeraars sleept voort. Bovenlandse inheemse geloven niet in vaccinatie. En Guyana inheemse bouwen een boot op zonne-energie. En tot slot een COVID-19-update. Er liggen 101 mensen met COVID in het ziekenhuis. Goeiedag. Dit is Regio Nieuws TV Suriname van 25 januari 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Er is nog geen oplossing in het tarievenconflict tussen huisartsen en zorgverzekeraars. De huisartsen willen dat het Staatsziekenfonds en de SURVAM, dat is de Vereniging van Assurantiemaatschappijen, meer gaat betalen voor hun dienstverlening. De artsen waarschuwden 2 weken geleden dat het conflict zou escaleren en gaven de zorgverzekeraars tot 13 januari de gelegenheid om nieuwe tarieven te presenteren. Deze deadline is reeds enkele malen verschoven en vrijdagavond werd opnieuw uitstel verleend aan de zorgverzekeraars. De verzekeraars moeten er echter rekening mee houden dat de situatie nog steeds kan escaleren, waarschuwen de artsen. Het enthousiasme voor de COVID-vaccinatie is niet groot bij de binnenlandse inheemse. De onderdirecteur van de medische zending, Maureen Wijngaarden, zegt dat de inheemse zich niet laten vaccineren omdat ze afwachten hoe de vaccinatie in Suriname en Brazilië verlopen. Marie-José Artist van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de VIDS, zegt dat haar organisatie dit probleem niet kan oplossen. Ze merkt op dat inheemsen niet de juiste informatie krijgen en de verantwoordelijke instituten moeten meer doen om de mensen bewust te maken van COVID-19, vinden zij. Volgens José Artist leefde bij de inheemsen het idee dat zij als proefkonijn zouden worden gebruikt en was de informatievoorziening niet efficiënt. Guyana inheemse in het verre zuiden van Suriname zijn bezig met de bouw van boten die zullen varen op zonne-energie. De vaartuigen zullen hierdoor niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kostenbesparend zijn, zegt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. Het project wordt uitgevoerd door de inheemse stichting Mulocot, met bijstand van Aguar inheemse in Ecuador. Daar wordt deze techniek reeds toegepast. Het is nog niet duidelijk hoeveel zonneboten zullen worden gebouwd. Ze zullen in elk geval worden gebruikt voor de transport van scholieren en goederen. En tot slot een COVID-19-update. Het aantal ziekenhuisopnames is weer zeer hoog. En op bijgaande overzichtskaart ziet u het aantal besmettingen in uw eigen regio. De huidige situatie volgens het ministerie was gisteren dat er 863 mensen positief zijn getest. Er liggen 101 mensen in het ziekenhuis, waarvan 9 personen op de intensive care. Er zijn 3 mensen overleden. Advies: wees voorzichtig en houd u aan de maatregelen. Tot zover het Regio Nieuws TV Suriname. Heeft u nieuws te melden? Dat kan. Maak foto's en video's en stuur uw berichten naar onze redactie. Dat is suriname@regionieuws.tv of via WhatsApp kan het ook. Het nummer daarvan 31 6 1970 25 10. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.